allemaal. Leuk dat je weer kijkt. Ik heb vandaag een heel ander item voor jullie, namelijk het knaagdiernieuws. Wat gaan we doen? Ik ga jullie nieuwtjes vertellen over knaagdieren. Het eerste nieuwsitem dat ik voor jullie heb is dat Vercele Laga zijn hele Nature-lijn heeft aangepast. Vercele Laga heeft de vertrouwde groene zak ingeruild voor een beige lichtzakje en ze zijn overgegaan op een puur natuurlijke voeding. Wat zijn de voor- en nadelen? Natuurlijk, een natuurlijke voeding is hartstikke mooi. Maar wat heeft Vercele Laga nou eigenlijk gedaan? Vercele Laga heeft van veel van zijn voeders, van de verpakkingen van de Nature-lijn, verkleind. Dus zat er bijvoorbeeld bij de rat 3,5 kilo in, zit er nu 3 kilo in. Is van de chinchilla en degoe van 2,75 naar 2,3 kilo gegaan. Dus ze hebben hier en daar de kilo's kleiner gemaakt. De prijs is hier en daar toch wel omhoog gegaan. En is de samenstelling veranderd? Nou is voor de samenstelling, het is altijd heel erg lastig te zeggen of dat goed is dat die is veranderd of niet goed dat die is veranderd. Dus een nieuwe Nature-lijn. De verpakking is anders, alles is anders. Eens kijken wat we ervan vinden. Ik moet hem zelf ook nog een keertje uitproberen, dus daar ga ik jullie nog meer over vertellen. Veranderingen bij Carefresh. Jammer, maar helaas gaat de Carefresh Ultra 50 liter uit het assortiment. Ik vind het zelf heel erg jammer, want het is een hele mooie bodembedekker. Ultra kun je heel erg leuk mengen met andere kleurtjes om leuke effecten te krijgen. En waarschijnlijk komt de groene kleur er wel aan. Dus Carefresh doet bepaalde kleurtjes uit het assortiment en andere kleurtjes komen weer terug. Maar het is nog niet bekend welke kleuren er terugkomen. Nog eventjes in spanning afwachten wat er voor terugkomt. Het zal jullie waarschijnlijk niet ontgaan zijn. De BTW is van 6% naar 9% gegaan. Nou, wat brengt dat met zich mee? Eigenlijk een hogere prijs voor het hooi en het konijnenvoer. Want hooi en konijnenvoer was altijd 6% BTW. Nou, hebben sommige fabrikanten dat heel erg persoonlijk opgevat volgens mij. Want die hebben gewoon het hele deel van stro en hooi uit hun assortiment geschrapt. BFR is zo'n voorbeeld. BFR heeft namelijk het grootste deel van het hooi en het stro gewoon uit hun assortiment geschrapt. Het enige wat ze nog behouden is de Care Plus hooi. Het is wel een heel goed hooi, alleen jammer dat ze de rest eruit gooien. En dan tot slot hebben we nog Back to Nature nieuws. Want Back to Nature is altijd een Australisch bedrijf geweest. Super grappig bedacht natuurlijk, de gerecyclede papierkorrels. Ze hebben altijd bijzondere kranten gerecycled, zoals de New York Times. Dus het is heel grappig. Hoogwaardig gerecycled en het werkt ook heel erg goed. Er zijn zo ongelooflijk veel fans van Back to Nature. Over de hele wereld is het product ook bekend. Back to Nature, nou, heeft niet zozeer een probleem als wel de kranten raken op. Ja, dat kan ook. De kranten raken op. En dan moet je overgaan op tijdschriften. Het recyclen van tijdschriften gaat eigenlijk hetzelfde in zijn werk, alleen tijdschriften zijn zwaarder. Dus het product kan zwaarder zijn. Je kunt het gaan merken als je een zak koopt dat het wat zwaarder is. Was voorheen waren de zakken, echt tijden geleden waren ze 9 kilo. Zo kunnen ze nu soms wel 12 kilo zijn. De liters zijn wel hetzelfde, dus je krijgt er wel hetzelfde voor terug. Alleen het product is gewoon wat zwaarder. Je doet er niks aan. We gaan met z'n allen digitaal. Wie leest er nou nog een krant? Maar tijdschriften blijven wel leuk.